Sinds gisteren, woensdag, bent u begonnen met winkelen op afspraak. Ja. Kunt u vertellen wat dat precies inhoudt? Dat houdt in dat als klanten willen winkelen, ze een afspraak kunnen maken en tijdsblokken uit kunnen kiezen van een half uur, een uur, anderhalf uur, om in deze winkel hun kleding aan te schaffen. De mensen bellen op voor een afspraak en 4 uur later kunnen ze personal shoppen bij mij of bij mijn collega's. Ja. Dit is de tweede dag, zeg maar. Het is wel even wennen, want je moet nou volgens afspraak werken en dat is nog wel eventjes met de planning, zeg maar, wel eventjes even anders dan wat we normaal gewend zijn natuurlijk. Het winkelen hier op afspraak gaat eigenlijk supergoed. Mensen zijn ook allemaal heel geduldig. Als ze even moeten wachten, als ze te vroeg zijn, blijven ze lekker wachten. En als ze te vroeg zijn en ze kunnen naar binnen, kunnen we ze dan ietsjes eerder binnenlaten als er ruimte voor is. En anders, ik heb er eigenlijk maar, ben er heel positief over. Kunt u zeggen hoe het tot nu toe bevallen is? Ja, tot nu toe is het is echt een beginfase. We zijn ook blij dat we een heel klein beetje open kunnen. En klanten zullen eraan moeten wennen, wij moeten er even aan wennen. Maar verder voorzie ik daar nog niet zoveel problemen in. Wat vond u zelf als bedrijfsleider lastig? Nou, lastig is dat je op een ruimte van 630 vierkante meter slechts 2 klanten mag hebben. En dat is een schril contrast als ik het zie bij drogisterijen en supermarkten. Waar ik de ervaring heb dat daar nauwelijks nog de 1,50 meter afstand is. Waar de gezondheidsafspraken overtreden worden. Daar wordt niks meer aan gedaan in dit soort winkels. En dat geldt niet voor mij, maar dat geldt voor de hele passade. Die echt veiligheid kunnen waarborgen, waar u echt gezond kunt winkelen. Dat wij zo beperkt open mogen. Vooral de tijdsvakken, zeg maar. Dat is toch eventjes lastig om dat in te plannen, zeg maar. Want je moet wel rekening houden met het aantal minuten wat iemand in de winkel is geweest, zeg maar. Dus dat is wel eventjes lastig. Kunt u zeggen hoe het systeem precies werkt? Nou, ze kunnen bij ons bellen voor een afspraak, maar ze kunnen ook online bij ons een afspraak maken, wat heel veel gedaan wordt. En dat is een tijd van 10 minuten voor bijvoorbeeld een weborder ophalen of winkelen, 10 minuten. Ze kunnen ook voor trouwringen kunnen ze op afspraak maken en dat is dan voor 20 minuten. Hoe kijken de klanten tegen deze manier van werken aan? Ook voor die klanten, zoals gezegd, is dat ook even wennen. U kunt zich voorstellen dat u als enigste in zo'n winkel bent, dat dat toch een bepaald soort gevoel geeft van, heb ik geen koopverplichting? Bij deze mensen, u hebt geen koopverplichting. U bent net als altijd heel hartelijk welkom in onze winkels. En natuurlijk zijn we het prettig dat als u toch geld uitgeeft, dat u het in de winkels doet, in de stenen winkels en niet in de webwinkels. Hoe lang gaat u in? Duurt deze manier van werken nog? Ik heb geen idee. Ik hoop niet zo lang. Dat de mensen weer lekker relaxed kunnen shoppen in Almelo. Op de schaal van 0 tot 10, hoe zou u deze manier van winkelen een cijfer willen geven? Dan zeg ik een 6, omdat ik blij ben dat het weer kan dat we weer mensen in de winkel kunnen ontvangen. Maar ik heb toch liever gewoon dat mensen gewoon zo binnen kunnen wandelen. En dan, maar goed, je hebt wel meer tijd om iemand te helpen, dus dat is ook wel weer fijn. Zijn er nog regels aan u gesteld op het gebied van ventilatie? De deur is wel, er moet frisse lucht binnenkomen. Dus dat is beter. En natuurlijk een mondkapje op als ik klanten krijg. En ook de klant mondkapje op. En verder, de deur is wel fijn dat er een beetje frisse lucht binnenkomt. Hoe lang schat u in, duurt deze manier van winkelen nog? Ik hoop dat het 15 maart voorbij is, maar ik ben bang dat het nog wel even langer gaat duren. Ik denk sowieso nog wel tot Pasen. Dat idee heb ik zelf. Ja. En als de winkels weer normaal open gaan? Juichen we. Dat juichen we. Ik hoop dat na Pasen dat het weer open mogen.